Hoi, welkom bij deze opruim- en bijkletsvideo. Welkom bij deze chaos. Ik schaam me een klein beetje voor de beelden die je nu ziet, hoe chaotisch mijn huis op dit moment is. Maar dit geeft wel goed weer hoe weinig prioriteit ik hieraan heb kunnen geven. Het is ontzettend hectisch geweest de afgelopen 2,5, 3 maanden. En ik ga jullie hier in deze video bijkletsen erover wat er allemaal is gebeurd. En dit is wel een heel goed voorbeeld van wat er dan gebeurt met mij als mijn huishouden geen prioriteit heeft. Dan gaan de ruimtes waar ik niet zo heel vaak kom of verblijf, eigenlijk loop ik natuurlijk wel vaak genoeg doorheen, maar niet opruim dan. Die komen er dan dus ongeveer zo uit te zien. Het heeft heel veel redenen en die ga ik allemaal vertellen. Mijn doel was om in ieder geval op te ruimen, niet per se schoon te maken. En dan zowel de badkamer, de slaapkamers en de overloop. Want dat zijn dan de ruimtes die ik het snelst verwaarloos. De ruimtes waar we eigenlijk gewoon zitten met de koffie en met eten en zo. Dat doe je gelijk meenemen. Dus dat is dan niet zo heel heftig. Dat is gewoon goed te doen. Maar dit was echt wel een beetje uit de hand gelopen om meerdere redenen. Dus we gaan beginnen bij het begin. Dat was half november toen het op mijn werk ontplofte. Ik werkte op dat moment nog maar 1 dag in de week. En toen kregen we te horen dat we heel snel heel veel mensen moesten gaan boosteren. Veel sneller dan wat we hadden verwacht. Dus ik ging van een werkweek van 8 uur naar een werkweek van 50 tot 60 uur in 1 week. Dat was, zo heftig was het, zo snel moesten we opschalen. En dat heb ik eigenlijk volgehouden tot aan de kerstvakantie. Toen waren het hele drukke weken werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. It was not fun. En ik zeg gelukkig tussen aanhalingstekens, was het op dat moment ook een soort van lockdown. De kinderen mochten niet sporten, ze mochten niet naar hun turnen of naar de voetbal of naar het kickboksen of het zwemmen. Dus daardoor kon ik best wel wat lange dagen ook maken zonder dat ik gelijk in problemen kwam met hun activiteiten. Maar dat was dus best wel heel heftig, waardoor ik inderdaad vrij weinig extra dingen had gedaan. Dus echt, je ruimt wel op en je maakt wel schoon, maar alles werd natuurlijk gewoon in een laadje geflikkerd. Er was geen organisation meer. Het ging gewoon allemaal even snel, snel, snel. En in december hebben we met Donna een aantal issues gehad. Donna is onze jongste hond. Die ging op een gegeven moment mank lopen. En toen zijn we naar de dierenarts geweest. En die bleek in allebei haar elleboogjes een scheurtje te hebben zitten. Dus een stuk bot dat was afgebroken. En die moest daarvoor geopereerd worden. Dus daar moesten we dan... we moesten in ieder geval afspraken van maken. Er moest natuurlijk een CT-scan gemaakt worden, een MRI-scan gemaakt worden. En dan ook nog eens een keertje voor de operatie zelf. Het is allemaal goed gegaan hoor. Maar daardoor ben je natuurlijk ook eigenlijk gewoon de hele dag bezig met haar. We moesten voor ons naar Roosendaal, dat is toch een eentje rijden. En dan moest ze onder narcose. Dus je zit er al gauw een hele middag om überhaupt foto's te maken. Plus dat je natuurlijk hier ook op moet letten dat ze inderdaad niet te doen gaat spelen met Boris enzovoort. En toen in de kerstvakantie ben ik wel een week vrij geweest. Overigens heb ik op tweede kerst moeten werken, omdat het zo druk was en we moesten extra dagen open. En ik heb echt in al die jaren dat ik verpleegkundige ben, 1 keer eerder op kerst gewerkt. Ik ben ZZP'er, dus ik hou met kerst altijd vrij. Dat is natuurlijk ook chaotisch als je sowieso al een samengesteld gezin hebt. Dan heb je de ene dag die kinderen en de andere dag die kinderen, dus dat schiet niet echt op. Maar ik heb dus wel gewerkt. En toen heb ik 1 week vrij gehad en... in die week was het levering van de uien. Dus Pascal die kon ook niet thuis zijn. Dat was echt super vervelend. Dus dan heb je het gevoel dat je echt nog heel veel aan het werk bent. En het was het begin januari en toen bleven de afspraken bij de GGD best wel dusdanig achter. Dat we weer wat minder heftig konden gaan werken. Maar toen gebeurde er in de privésfeer heel erg veel. Wij hadden toen besloten, van, nou, als de afspraken dusdanig teruglopen, dan gaan Pascal en ik lekker op wintersport. Het is natuurlijk best wel... tricky nu met alle besmettingen enzovoorts. Maar we dachten van ja, we zijn al zo lang niet meer op vakantie geweest. We hebben allebei onze booster. Ik heb ook al een keer corona gehad. Dus dat moet allemaal goed komen. Dus we hadden geboekt. En 2 dagen later zit mijn moeder bij mij op de vrijdag op de koffie. En kregen we te horen dat onze vaarmoeder, mijn oma, is overleden. Dus dat was eigenlijk best wel een schok eigenlijk. Best nog wel een heel erg gezond mensje. We zijn in deze... in de laatste week van de zomervakantie nog naar Drenthe geweest, waarin ze over een schrikpaaltje heen stapte bij een 3 kilometer wandelpad, heuveltje op heuveltje af. Dus we zagen dit niet aankomen, ze was ook niet ziek verder of wat dan ook. Dus dat was best wel even een shock. Dus toen ben ik daarvoor, ik zou wel gewoon die week aanstaande nog werken. Dat weekend zijn we wel bij mijn moeder geweest.
En daarna zou ik gewoon gaan werken. En toen bracht ik op maandagmorgen Brooke naar school. En toen bleek dus dat ze vanaf zondagavond in quarantaine was gezet van de hele klas. En dat ze dus tot en met woensdag moest thuisblijven. Een memo die ik compleet heb gemist door allerlei omstandigheden. Dus die kon ik weer ophalen. En toen kon ik mijn werk dus ook afzeggen. Want ja, de regelgeving is heel erg streng. Op het moment dat je iemand in je huishouden in quarantaine hebt. Je mag dan in principe wel komen werken. Maar je moet er wel afstand kunnen houden. Ik kan geen afstand houden van mijn zesjarige. Dus dat wordt dan lastig. Brooke bleef overigens negatief te zijn. Dus toen kon ik wel weer naar mijn werk. En toen konden we dan allemaal weer naar school enzovoorts. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. Want we moesten natuurlijk ook naar de condoleances en naar de begrafenis toe. Haar begrafenis was overigens op de dag dat ik eigenlijk met Pascal zou vertrekken naar de wintersport. Dus die hebben we ook moeten afzeggen. En die hebben uiteindelijk gewoon alleen verplaatst naar een dag later. Zijn we een paar dagen weg geweest. Het was super fijn dat we dat alsnog konden doen. Een soort van even een momentje voor onszelf. En even reflectie zoals je het eigenlijk altijd hebt als je iemand verliest. En wij zijn op wintersport geweest, was hartstikke gezellig, super goed geregeld. Je moet overal je QR-code en je negatieve test laten zien. En toen kwamen we terug en Pascal was al een beetje aan het hoesten en niet zo lekker voor vakantie, maar iedere keer negatief getest. Toen ben ik het weekend na de wintersport naar mijn moeder geweest en met mijn tante en mijn moeder en hun partners even bij mijn oma thuis gekeken wat ik zou kunnen overnemen, want het huisje moet leeggehaald worden. En dat is ook een beetje de reden waarom het straks in de slaapkamer ontzettend vol staat. En ook een beetje op de overloop hier. Ik heb ontzettend veel spullen meegenomen. Mijn oma en ik hadden dezelfde maat. Dus heel veel kooltruifjes en sieraden. En van alles en nog wat. Ik heb plantjes meegenomen, bloembakken, tuinstoelen, tuinkussens, sieraden. Nou ja, eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen. Daar heb ik waarschijnlijk wel iets van meegenomen. Wat ik super dankbaar voor ben, want daardoor is nog steeds een klein beetje bij ons en gaat het in ieder geval niet verloren. Dat vind ik ook wel heel erg bijzonder eigenlijk. Dus en ik kom zondagavond, nee niet zondag, ik ben zaterdagavond dan weer teruggekomen naar huis en filmavond met de kinderen enzovoorts. En op zondag zegt Pascal van, hé Gert, ik voel me eigenlijk nog steeds niet lekker. Ik ben al een paar dagen, eigenlijk een paar weken is hij niet lekker en doet hij iedere keer een test. En hij zei op zondagavond van, nou god, ik ga toch nog maar een test doen. En deze bleek wel positief te zijn. Dus toen konden we met z'n allen weer in quarantaine, of in ieder geval ik dan, omdat de GGD een strenge regels hanteert. En die zegt van, joh, als jij in huishouden iemand hebt die positief test, ook als dat een zelftest is, dan moet je in quarantaine. En ik testte op maandag nog negatief en op woensdag testte ik met een zelftest positief. Dus vanaf donderdag ook een positieve test bij de GGD. Dit is op woensdag gefilmd, dus dan kan je nagaan. Ik was nog hartstikke actief, ik had hartstikke gemotiveerd. Ik had ook niet het gevoel dat ik ziek was, want ik heb een keer corona gehad vorig jaar en toen was ik echt één ochtend aan het kuchen en ik was voor de rest wel heel erg moe. En nu had ik eigenlijk daar helemaal geen last van. En ik heb op woensdagmiddag de test gedaan en op woensdagavond werd ik dus wel ziek. Ik kreeg een beetje koorts, ik kreeg rillingen, ik ben aan het snotteren. Zoals je hoort vind ik op dit moment ook nog steeds in quarantaine / isolatie. En ik ben gewoon een beetje nasaal. Ik ben voor de rest niet meer aan het hoesten of niet meer verkouden. Maar ik klink nog een beetje verstopt. Overigens hebben wij geen afstand gehouden meer van elkaar. Want dat is dan natuurlijk niet meer nodig. En ja, zoals ik al eerder zei. Je kan bijna geen afstand houden van kinderen. Ik heb het ook met hun vader overlegd. Die had zoiets van, joh, als we het krijgen, krijgen ze het. Als we het niet krijgen, krijgen ze het niet. Die zijn met een negatieve test gewoon nog wel terug naar school gegaan. Want dat mocht van de directrice. En toen had ik ineens 5-6 dagen geen werk. Geen werkzaamheden. Geen verplichtingen. En dus dacht ik, ik ga het weer allemaal oppakken. Want het wordt nu ook dusdanig rustig dat ik niet meer 5 dagen in de week van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds aan het werk ben. En dan nog op de vrije dag nog wat extra werkzaamheden moet doen. Het wordt nu ook wat rustiger. Dus ik hoop dat we de ergste shitstorm achter de rug hebben. Hoe zeggen ze dat altijd? Het voelde een beetje als de Murphy's Law. Alles komt tegelijkertijd. Zo voelde het een beetje de afgelopen paar maanden. Maar ik geloof zomaar dat we nu in rustige vaarwater terechtkomen. Dus ik probeerde deze 5 dagen ook echt te gebruiken om alles weer op orde te krijgen. Om alles opgeruimd en georganiseerd te hebben. En weer back on track te zijn, ook qua gezondheid en fitnessdoelen enzovoorts. Want eind februari gaan we weer een poging wagen om op vakantie te gaan. We gaan dan met z'n allen, inclusief mijn moeder en haar partner, naar Curaçao. Dat stond al sinds vorig jaar op de planning. En
ja, dat is nu eigenlijk wel voor ons een soort van momentje dat we een soort van reboot kunnen doen. Dus ik wil eigenlijk voor die tijd alles op orde hebben en ook weer gewoon lekker in een gezond fitnessschema zitten. Want ik was er best wel van geschrokken dat ik, ondanks dat ik al een keer corona heb gehad en 3 keer ben gevaccineerd, dat ik dan alsnog zo last had eigenlijk van corona. Ik ben echt wel even een paar dagen niet lekker geweest met hoge koorts. Dus ja, vervelend. Dus ik heb echt het gevoel van ik moet echt weer back to healthy living. Dus dat gaan we nu ook wat vaker doen en daar probeer ik ook wat meer aandacht aan te geven. En dan zijn jullie in ieder geval weer een beetje bijgekletst van wat er allemaal aan de hand was en waar ik was. Ik vond het super lief dat ik heel veel reacties kreeg van hey meid, waar ben je? Al zo lang geen video meer van je gezien. En ik miste het ook echt, maar ik kon het gewoon op geen enkele mogelijke manier fatsoenlijk video's maken. Ik deed niet eens fatsoenlijk boodschappen. Het was echt vanuit mijn werk een paar dingetjes halen en dan hopen dat dat genoeg was tot het over een dag of 2. En zo deed dat een beetje. En dat is absoluut niet productief, efficiënt of prettig wat ik dat vond. Dus we gaan echt weer terug naar routines en organisatie en gezondheid. Want dat willen we wel echt wel voorop stellen. Dus dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het ondanks alles gemotiveerd zijn met hoeveel ik heb opgeruimd. Want ik was echt trots op mezelf. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en het luisteren. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot dan. Doeg! Everything just falls apart. So I just close my eyes.